Hallo mensen van Holland Gamers, is weer Ultimate Survival. Ik ga opnieuw beginnen, de vorige keer faalde het echt te hard. En ik ben gewoon alles kwijtgeraakt, dus ik dacht ik kan net zo goed gewoon opnieuw beginnen. Ik dacht het is wel zo slim. Maar ik ga eerst even weer opnieuw beginnen, dus hout hakken. Ik baalde wel een beetje van, maar ja. Het is gewoon niet anders. Dan kan ik als eerst even een crafting table gaan maken. Wol en zo gaan zoeken, dat soort dingen. Zo, 20. Hebben we meteen. En we hebben een crafting table. Ah ja, wacht. Zo, we de 8. Nou ja, wacht. Dus ik eerst even die crafting table hier neer. Hij staat nog op. Hoe heet dat? Makkelijk. Nou, hoe heet dat? Vreedzaam. De hele tijd, hoe heet dat zeggen? Echt pokken irritant. Iedereen wordt helemaal gek van. Ik ga eerst even met suiker iets even de deur weghalen. Een trapje maken zo. Maar wel veel dirt. En een dikke laag dirt. Niet normaal. Zo. Ook even wat. Ik hoor nu al lava. Ik kan wel even duren dit. Ik wil echt lava. Een tip. Ga nooit onder je door hakken. Dat is gewoon niet goed. Maar ik zat nog te twijfelen. Zou ik de survival serie stoppen? Maar ik dacht ik ga gewoon door. Wat boeit het? Opnieuw beginnen kan geen kwaad. Denk ik. Echt, er zit hier gewoon lava. Ik hoor overal lava. Best wel handig dat ik dat nu al vind. Maar nee. Het moet hier eens ergens zijn. Maar ik hak hier eerst even wat cobblestone. Hier is het. Hierachter moet zijn. Nou, dat is wel even genoeg. Daarna ga ik wat hout hakken, begin maken met huis. Dan wat dieren, hoe heet dat, schapen vermoorden voor een bed dat ik kan maken. Even kijken, eerst een pickaxe maken. Zo, een steen en zwaard. Kut, ik heb er 2. Nou, faal. Even kijken. Ja, laat ik eerst. Oh ja, kut. Wacht. Ja, een bel is ook wel handig. Ja, zo was dat. Ik was even vergeten, maar. Klinkt niet zo enthousiast, maar ja. Omdat ik gewoon een beetje van baal dat ik weer opnieuw moet beginnen. Gewoon even lekker hout hakken voor het huisje. Ik voel gewoon aan mijn water dat hier lava ligt. Dat is gewoon echt zo. Hoe ik dit huis ga maken, ik weet niet. Ik begin gewoon met een klein huisje dat ik het later kan uitbreiden. Maar dan ook echt heel klein. Knusgezellig huisje. Waar je echt graag in wilt wonen, ja. Zo is het nou eenmaal. Dit wordt denk ik ook wel een lange aflevering. Ik denk dat verdienen jullie wel. Dat is gewoon zo. Toch, ik heb heel lang ook dit niet zitten uploaden. Wow, dat was ook slecht. Maar dat kwam doordat ik wat problemen op mijn laptop. En het was in één keer weg alles en dat soort dingen. Huh.
Dat gaat hopelijk zo wel weg. Hoeveel heb ik al? Nog één boom. Ik vind het altijd wel fijn als je meteen een bel maakt. Het is wat minder saai om te kijken. Ik kan nu wel even een begin maken. Ik zal het gewoon... Dat is ook niet echt handig. Maar... Kijk, wat is een mooie plaats. Ik vind dit wel een mooie plaats. Een beetje afgelegen. Gewoon een leuke plaats. Vlakbij het water. Gezellig, mooi uitzicht. Redelijk hoog. Gelegen dus. Stek, mooi. Nou, er komen de eerste stukjes voor het huis. Dat was net iets te enthousiast. Nou, het kan zo wel. Dan wil ik echt heel klein beginnen. Bro. Kijk, what the fuck? Dit lijkt als een nacht. Nou, niet zo erg als Marcel's hardcore, maar... Dat is echt niet leuk om naar te kijken. Ik ga het niet meer zo open maken, of... Dat ik sowieso altijd de deur sluit. Dat is sowieso een tip. Dat heb ik de vorige keer niet gedaan. What the fuck, wat doe ik? Wat maak ik? What the fuck? Je komt... Wacht. Komt dan zo'n raampje, zo. Oh, god. Ja. Bouw een beetje sloom. Ach, ja. Wat maakt het uit? Wat maakt het toch uit? Hé, ik hoor dat iemand een ei heeft gelegd. Dat is echt wel cool. Dit ook. Ik ben echt handig bezig. Nou, varken kan ik straks ook wel vermoorden. Heb ik ook plannen verder voor deze serie? Ja. Dan moet ik gewoon even kijken. Of dat ik naar die end op het eind ga. Die end klinkt zo episch. Het is gewoon... Cool. Kan ik makkelijker op? Oh no. Ik heb gewoon nog 64. Nou, ik heb echt te veel, maar... Beter te veel dan te weinig, zeg ik altijd. Ja, kan ik nog wel een mooi dak, denk ik, voor maken. Voor het huis. Dat is ook een beetje mooi hebben. Vloer leg ik later wel in. Huur ik nog wel even wat mensen voor in. Ja. Echt wel chill huis. Als ik zo... Shift... Ja, maar dat wil ik helemaal... Jawel, dat wil ik wel. Wacht. Ben ik handig bezig? Ja, dat weet ik. Echt? Ja. Serieus? Nee. Onserieus. Daar ging de deur. Gewoon ook zo'n mooi dakje. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel mooi. Gewoon zo'n klein gezellig huisje. God, je papa. Ik ben echt creatief in scheldwoorden, niet normaal. Oh, ik word hier een beetje moe van, maar ik hoop niet dat jullie er moe van worden. Dat jullie er een beetje depressief van worden. Hoop ik niet. Dat lijkt me ook niet. Dat lijkt me heel raar. Depressief worden voor Minecraft. Nou, het zou kunnen. Godje papa. Die denken allemaal dat ik keihard faal. Ja, ik faal ook. Maar dit komt ook wel deels door de lek. Echt, hoe lang kun je erover doen om een huis te bouwen? Het gaat ook nog regen. Daardoor gaat het nog harder lekken. Lekker. Ik vind het wel episch dat er gras in mijn huis zit.
Vind ik wel weer mooi. Ik maak gewoon een nieuwe crafting table. Dat doe ik niet. Ik heb toch zoveel hout. Ik maak een kist. Dan sluit ik deze epische aflevering af. Wat doe je in mijn huis? Jij mag hier niet komen. Wat wou ik ook om... Oh ja. Dat wou ik nog maken. En dan stoppen we de aflevering. Gewoon in een deurtje. Zo. Een deur. Nou, ik heb tenminste een schaap. Die ga ik nu doden. Mooi. Vlees. Ik haat er van vlees. En dit was dan weer de aflevering. Vind je het een leuk filmpje? Koop het wel. Like het filmpje... Abonneer op ons kanaal en alsnog sorry voor dat ik opnieuw begin. Maar ik wil gewoon een nieuw begin maken. Dan zeg ik yo.